Kijk, voor mij is de grootste winst van sinds 1 oktober is de saamhorigheid en dat boerengeluid wakker is. Dat eigenlijk tot in het diepste van het achterland dat er geluid uitkomt. Dat is natuurlijk in 30 jaar tijd helemaal verstomd geweest. Ja. Ik ben geen LTO-fan, ook geen tegenstander overigens, maar goed, Calon die had van mij, hoeveel jaren geleden al mogen trekken. Dat heeft wat mij betreft echt wel heel erg lang geduurd. Maar uiteindelijk, ja goed, je kunt nou zeggen van jongens, het is kut, want het heeft lang geduurd. Je kunt zeggen van het is super dat uiteindelijk het boerengeluid gewonnen heeft. Ja. Dus de tijd is gewoon denk ik veranderd in al die tijd. Ja. En wat mij betreft is het gewoon fantastisch. De lijnen zijn kort. Het gaat misschien af en toe wel eens een keer wat heftig, maar we zijn natuurlijk in 30 jaar tijd zijn we niet echt de goede kant op gegaan. De vraag is van joh, hebben we als collectief heel veel bereikt? Nou ja, aan de ene kant denk ik wel heel veel, aan de andere kant veel te weinig. Maar het collectief op zich en het samenwerken van de partijen, en dat nog ieder op zijn manier, ja, dat was een gouden formule. Ja. Dus daar denk ik nog steeds dagelijks aan, jongens, hoe kunnen we dat weer een goede kant op duwen?